Een gifje gebruiken als achtergrond van je Microsoft Teams vergadering. Je kunt het instellen door een aantal stappen door te lopen. Ik zelf gebruik dit bijvoorbeeld met een verjaardag van een van mijn collega's als ik die wil feliciteren. Of als ik met een externe meeting heb en dat ik het leuk vind om wat anders dan alleen een afbeelding te gebruiken. Maar bijvoorbeeld het logo van Microsoft of van Tradion links of rechts van mij te laten zien in de Teams vergadering. Allereerst heb je het gifje nodig dat jij natuurlijk in jouw Teams meeting wil gaan gebruiken. Ik heb even een Microsoft logootje opgezocht en die sla ik op als afbeelding op een bureaublad. Als ik dat heb gedaan, ga ik ook eventjes naar mijn bureaublad toe en open ik hem als gif, dus gewoon in foto's. Vervolgens zeg ik, ik wil deze opslaan als PNG, want het moet dus een PNG-bestand gaan worden. Nou, er staan er dus mooi twee, één GIF en één PNG. En dat laatste bestandje kopieer ik ook eventjes. Dus ik maak er een kopie van. En hij zet er dan automatisch ook kopie achter. Dat haal ik helemaal weg. En zet ik dan underscore Tump bij. De laatste twee zijn dus een PNG. De eerste is een GIF. En die moet ik dus op de locatie zetten waar Microsoft al die afbeeldingen bewaart. Dus op je lokale data map. Local disk user Femke updata roaming Microsoft Teams background uploads. Ik zet hem zo nog even onder in de video. Zodat je kan kijken waar jij hem terug kan vinden. Voor iedereen is dat net een beetje anders, maar je kunt het wel opzoeken. Ik kopieer daarin die twee bestandjes. Dus alle twee komen ze erin. En als ik nu dus naar een vergadering ga, ik ga daarbij deelnemen. En ik klik op de background filters, dan staat hier het gifje erbij en kan ik hem dus selecteren. Wil je nou dat jouw gifje rechts of links bovenin als achtergrond wordt weggezet, kun je dat toepassen in Canva door een video te maken en dan te uploaden. Daar upload je het gifje en dan kan je hem eigenlijk zo verplaatsen naar een hoek. Dan zeg je download gif en dan ga je eigenlijk weer op dezelfde manier hem wegzetten zoals je hem nu hebt weggezet met de PNG's. En dan heb je dus opnieuw een kleiner gifje wat in een hoekje draait. Ik zou zeggen succes. Ik hoop dat het je ook lukt en dat je er iets leuks van kan maken. Toch, toch?